Een verwarde man, ja, dat is iedereen. Ik ben ook wel eens verward. Iedereen. Iedereen is de verwarde man, denk ik. Nee, we zijn allemaal de verwarde man. Jij en ik komen in het leven op momenten waarin we geconfronteerd worden met zaken die we niet kunnen beheersen of niet direct hebben kunnen aanzien komen. En dan is de vraag, val je links of rechtsom? En als je links valt, en dat is de goede kant, heb je geluk. Maar soms val je wel eens naar rechts en heb je hulp nodig. Wat ik vooral heel erg leuk vind, is dat een hoop mensen of een hoop studenten bij ons de organisatie inkomen en eigenlijk de GGZ helemaal niet zo goed kennen. Of er een soort van beeld bij hebben wat helemaal niet meer klopt. Ja, de vooroordelen van de mensen zijn heel agressief of mensen zijn heel erg vervuild. En dat is gewoon niet altijd zo. En wat ik daar heel leuk aan vind, is dat ze dat beeld, dat zie je veranderen bij ze. Maar ook dat je ze ontzettend ziet groeien in hun vak. En dat ze opeens erachter komen van hoe leuk dat die GGZ is. Binnen de GGZ is wat meer ruimte voor creativiteit, ruimte om wat meer buiten de gebaande paden te lopen. Elke dag is anders. Het is, je gaat naar je werk, je weet niet wat gaat gebeuren, je weet niet met wie je werkt. Ja, dat maakt het gewoon heel spannend. Het houdt je adrenaline hoog, ik hou ervan. De GGZ is afwisselend, het is divers, het is samen en het is heel dynamisch. Dus ik denk dat de GGZ een prachtig werkveld is voor heel veel van onze studenten. De GGZ heeft mij heel veel ervaring gebracht, heel veel vreugde gebracht en heel veel nieuwe ontwikkelingen gebracht. Wij zijn een leerbedrijf en dat betekent dat wij blijvend zullen investeren in onze medewerkers. Dus dat is ontzettend mooi en we zijn daarnaast een hele grote organisatie met meer dan 400 locaties. Dus er is altijd wel iets wat bij je past. We hebben een eigen Parnassia Academie, een enorme bibliotheek. Wij bieden ontzettend veel cursussen aan en er kan ontzettend veel. Het unieke van onze locaties is dat wij onze locaties integreren met de wijk. Een zorgfunctie is, er is een omgeving waar een woonfunctie is en het is een omgeving waar een leerfunctie is. En dat is eigenlijk de functie van dit hele terrein. En dat is allemaal geïntegreerd in één gebied. Als ik hier ben, dan kom ik in een soort toch kleine werkfamilie. Dat familiegevoel dat maakt dat ik dit werk ook heel erg waardeer. SIC is ons zorginnovatiecentrum, waarbij we HBO en MBO studenten aan elkaar proberen te verbinden. En die geven we ook speciale opdrachten mee. Er was een aanvraag vanuit ROC's en hogescholen hier in de regio om de verbinding tussen onderwijs in de zorg en de praktijk te krijgen. En toen is er eigenlijk gekeken van, hoe kan Parnassia daarna aan toe bijdragen? Dus we hebben docenten van het MBO, van het HBO en ook medewerkers zelf die zich daarvoor inzetten om samen aan een onderzoek te werken en ook een mooi product te leveren. Ik vind de samenwerking tussen MBO en HBO studenten heel erg belangrijk. En tegelijkertijd leren MBO en HBO studenten elkaar ook heel veel. We hebben allebei zo'n andere manier van werken, maar ook van communiceren en een andere manier van onderzoeken. Door al die verschillende manieren krijg je heel veel verschillende perspectieven van een bepaalde situatie. Wat mensen missen als ze niet bij ons komen werken, is een ontzettende leuke, dynamische stage of werkplek. Waar ze gewoon in contact kunnen komen met een doelgroep waarin ze ook boven zichzelf kunnen uitstijgen. Wij geven ze in ieder geval de vloer ervoor. En het is dan aan hun om dat natuurlijk gewoon ook te gaan doen en te ervaren. Maar dat missen ze. Wij zoeken mensen die oprecht zijn, die gelijkwaardig zijn naar andere mensen en ook die humor hebben. Dat zijn mensen die wij zoeken, die moeten vooral bij Parnassia komen werken. Niet iedereen valt te helpen, maar je kan altijd iemand een klein stapje op weg helpen. Met je eigen ervaring, met handvaten die je kan geven. Dat maakt dat ik elke dag naar mijn werk ga en denk, misschien kan ik vandaag wel iemand helpen.